We hebben op dit moment een van onze specialisten voor de ruimtelijke ordening is samen met het bedrijfsleven in een commissie zijn ze bezig om het plan te maken. Dat plan is nog niet af. Het komt er hopelijk binnen enkele maanden af om de productiviteit van de binnenstad te bekijken. Zoals u zelf ziet, de binnenstad die loopt leeg eigenlijk. Het is op dit moment een heleboel winkels, ook vanwege COVID, die moeten de deuren sluiten. Maar dit is niet de enige reden. Die stad is onproductief. Als we kijken naar de ontwikkeling van onze stad, dan zien we dat die stad zich gaat verspreiden. Je krijgt in Noord is er een centrum zich aan het ontwikkelen. In Zuid heb je een centrum dat zich ontwikkelt. Langs de Quatta heb je een ander centrum. Je hebt in Kommerwijnen, waar dus eigenlijk die binnenstad en het beetje aan het doodbloeden is. En dat moeten we voorkomen, omdat er te veel is geïnvesteerd om je binnenstad zo te laten. Nou, het bedrijfsleven heeft al geruime tijd aangegeven. En ik heb het in deze niet per se over de organisaties hoor. We hebben wel wat gesprekken gehad met de VSB, maar in deze gaat het om een aantal ondernemers in de binnenstad die contact met ons hebben gemaakt. We hebben een van de betere deskundigen van ons beschikbaar gesteld en de mensen zijn nu bezig. Ik denk dat we ze de ruimte moeten geven om even de zaken op een rij te zetten, zodat we straks kunnen komen met een plan. Wij zullen vandaag in de RVM, staat er op de agenda, staat er een voorstel waar wij dus zullen vragen om middelen vrij te maken om alle studies die zijn gedaan over de binnenstad, over de stad Paramaribo, om die studies te gaan evalueren en daar elementen uit te halen, zodat wij kunnen komen tot een integraal plan dat inhoudt ontwatering, verkeer, noem maar op. Al dat soort zaken, die moeten nog worden uitgezocht en op een rij worden gezet. Minister, er wordt gesproken over de olie- en gas- en ruimtelijke ordening. Zal zeker een bijdrage moeten leveren om dat stukje in goede kan en kruiken te leiden. Zijn er al gesprekken met onder andere de commissie die bezig is met local content? Ik denk dat die twee dingen een beetje op dit moment niet bij elkaar zijn. Maar wat er nu gebeurt, we hebben, als u bedoelt, die investeringen die worden gedaan met betrekking tot die shorebase activiteiten en allerlei spin-off activiteiten die als gevolg van de olieboom die we verwachten in Suriname, daar natuurlijk zijn wij bij betrokken, omdat op dit moment er een aantal investeerders op rij staan die op verschillende locaties zo'n shorebase willen plaatsen. En er zijn een aantal toetsingsnormen voor wat betreft milieu. Zijn er toetsingsnormen waarnaar wij kijken of die bedrijven daadwerkelijk, of die locaties en die bedrijven voldoen aan die normen. Maar ook qua ruimtelijke ordening wordt gekeken of de ligging goed zit. En dat gebeurt dus nu in verschillende onderraden die dus in de regering zitten, omdat die onderraden zich ook buigen over de grote projecten, inclusief de particuliere projecten.